ons laatste kleuterfeestje. Een groot speelgoedkist. We hebben net fietsje gegeten en die kinderen die zijn allemaal spelen. Ik ben een uur zoet geweest en we hebben ongeveer 5 telefoontjes gehad in de tussentijd. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Ja, ik had nog een snoepje in mijn mond. Sophie ging niet zo snel. Ons laatste kleuterfeestje. Hoop ik. Ja, de laatste keer dat... Vorig jaar was het natuurlijk met de opnames van een huis vol in de bakkerij. Ja, dat was best wel leuk in dat feestje. Alleen toen wist ik wel weer waarom ik nooit geen jongenskinderfeestjes meer thuis doe. En je zegt, ah, leuk in de bakkerij. Ja. Het was ook wel leuk. Het was heel leuk. Er zijn ook de kinderfeestjes die je niet vergeet. Maar jongens zijn gewoon altijd druk. En meisjes niet. Met meisjes vind ik kinderfeestjes veel leuker. Maar vorige week was het een eitje. Nee, ja, maar vorige week was het eigenlijk ook meer een jongensfeestje bij Madelief. Ja. Maar er was een eitje omdat we wisten dat er veel jongens waren. En nu ook, we gaan naar Monkey Town. Dat is een eitje. Zo makkelijk. Die kinderen vinden dat leuk. Ja. Het enige is dat we ver moeten rijden. Dat is het enige nadeel. We zitten er ook al in de buurt natuurlijk. Maar ja, omdat vrienden van ons in Waalwijk hebben. Ja. Yeah. Ja, dat is ook gewoon heel goed in Waalwijk. Ja. Dat is gewoon heel mooi. En we zien de kinderen niet. Ja. Ja. Dus wij gaan ik heb verder nog niks. Ik heb gezegd, wij komen. Dus we zien het wel. En dan rijden we naar Waalwijk. Ja. Dus hij had er zin in. Dus, ja, junior heeft er zin in. Ja, vanochtend al. Hoe vannacht zo? Ja. Die telt al een week af. Dus wij gaan naar school, we gaan ze halen. Ja. Nou, junior. Wauw. Een groot speelgoedkist. Doe jij maar eens kijken. Nou, we zijn dus inmiddels bij Monkey Town. En junior mag een cadeautje uitzoeken uit de box. Ja, dat had ik al verwacht. Ik ook wel. Ja. Die had ik al verwacht, junior. Willen jullie nog een foto op de... Ja, dat willen wij. Op de toren klimmen. Ja. Wacht, dat doe ik wel bij mijn vrienden. Hij is natuurlijk een zwaard, een schild. En nu gaan we voor hem zingen, denk ik. Nee, allemaal daarop en dan gaan we... Ja, en dan wil ik een foto maken. Nou, klimt u maar eens op. Ik mag helemaal komen. Er is er één naar de wc, maar ja. Hiepe de piep. Hoera. Hiepe de piep, de piep. Hoera. Hiepe de piep, de piep, de piep. Hoera. En nu mogen jullie spelen! We hebben net fietsje gegeten en die kinderen die zijn allemaal spelen. Dat is echt ideaal. Nou, ze komen zo af en toe stuk. Maar ja. We hebben dus ook wat muntjes voor een mini cupcake, een ijsje, een zakje chips en een snoepje. Ja, dus dat gaat ze nooit op krijgen. Ze krijgen dit al niet op. En tijdens het wachten ga ik maar met Junior zijn cadeautje spelen, want hij heeft echt iets wat ik heel leuk vind gekregen. Een leuke Lego doos. Dus die ga ik maken. Ik heb een leesboek bij. Je hebt je leesboek bij. Vroeger ging ik meespelen, maar de tijd is voorbij. Ik ben ook 40-plusser geworden. Dus, Ik merk nu wel, met al die kleuters in de auto, dat ik dacht, oh... Ja. Ja, ik denk dat over 10 jaar dat we weer tegen kleuters kennen. Als je dan een beetje opa en oma bent of zo. Ja, ik weet het niet. Maar nu. Ja, daar heb je een muntje voor. Ja, nee, dat snoepjes of op een het chip. Einde. Oh, snoepjes op het einde, een chipje mag je. Of een ijsje. Of een ijsje. Of ijsje. Een mini muntje. Ik wil ook een ijsje. Ijsjes? Willen jullie ijsjes? Ja, ijsje. Nou, ijsje. Even kijken, heeft mama muntjes voor jullie? Nou, weet jij nog wat de ijsmuntjes zijn? Ja, dit is voor chips. Oh, chips of een ijsje? Chips of een ijsje? Ja, kan je chips of een ijsje bekiezen? Ja, ik ben een uur zoet geweest. En we hebben ongeveer 5 telefoontjes gehad in de tussentijd. Maar ik vind hem echt heel leuk. En jouw telefoon staat altijd uit? Mijn telefoon staat normaal altijd uit, maar ik heb hem nu aangezet.
En Junior die is helemaal weg van iets met bestuurbare autootjes, dus dan ga ik nou nog eventjes kijken. Hier is het racecircuit. Kan je hier gewoon met raceauto's spelen? Nee, raceauto's niet. Ja, jullie zijn een testpanel, hè? Jullie mogen dit testen, want het is nieuw. Hey. Dit is een backflip! Dat was een backflip, ja. Nee, dit is een backflip. Oh, de wemel, ja? Oké, zo moet je gaan. Is het een leuk feestje, Julia? Ja, nu wel. Nu wel? Eerst nu dan? Hè? Leukste feestje ooit? Leuk! Leuker dan die bakkerij! Leuker dan de bakkerij feestje? Ja! Ik vond de bakkerij ook wel heel leuk, hoor. Welke vind je leuk? Allebei even leuk. Doe stop even met rijden. Ja, laat het eens even zien hoe dat het werkt. Ik laat het wel zien. Doe mij mag pakken. Zo moet je schatten. Zo achteruit. Oh ja. Zo moet je sturen. Laat u even kijken. Ik kom van het kinderfeestje. Wij komen van het kinderfeestje af en hoe was het? Ja, goed. Kijk in de kamer. Van kamer naar de rest. Zo, die ziet er wel gaaf uit. Ja, gaaf hè? Ja. De allernieuwste trainingspak van Nederlands elftal. Staat je heel goed te maken. Kwam net binnen. Maar die heeft papa. Ja, deze had hij van Karina Mariska gekregen. Ziet er wel leuk uit, Kienio. En deze heb ik nog van Mason. Oh, dat is ook leuk. Kijk. Ja. Dat is een leuk cadeautje hoor, van Mason. Ja, dat pak dat was net nieuw binnen. Ik heb ook nog heel veel Lego gekregen. Ja. Ben wel verwend. Hij is heel erg verwend. Dan moet je maar dankjewel zeggen, Karina Mariska dan. Had je al gedaan, hè? Toch? Tegen. Hij is echt heel erg verwend met zijn kinderfeestje. Ze kregen of friet of pannenkoeken, een mini muffin, slush, een zakje chips, zo'n groot snoepje toen ze weggingen, drinken, kindercola. Gelukkig. Ja, hij had heel veel geluk. Ja? Dit was een leuk kinderfeestje. Papa en mama kregen een broodje en mini snacks en we zijn heel erg verwend. Ja, deze kamer is ze altijd daar, uit. Ja. Ik wou naar Boland. Nee, moet ik thuis wel leuk doen. Ja. Maar toen denk ik aan Karin en Mariska. Ja. Ja. Dat snap ik. Dat is wel lief, hè? Nou, hij staat je heel goed hoor, Junior. Maar ik ga even tv kijken. Moet je ook maar op voetbal gaan? Ik wil ook op voetbal. Eerst moet je zwemdiploma halen, hè? Ook voetbal. Hoe beter, ja, dat kan daarna. Hoe beter jij doet zwemmen, hoe eerder jij voetbal mag laat. Maar dan moet ik die ding nog wel passen. Ja. Bij Merel in Amerika waren alle lessen vandaag afgelast omdat het zo slecht weer was. Er lag echt heel veel sneeuw. Sneeuw? Ja. Kijk hè. En als ik niet meer pas, gaan we gewoon in. Je hebt hier een hele streep in je gezicht. Hoe komt dat? Tara. Aan de andere kant. Hier. Aan die kant, ja. Doe Tara. Wat had ze gedaan dan? Met die wagen zo zien. Oh ja. Was niet expres, dat was oorspronkelijk. Nee, was niet expres. Ja. Jullie zaten bij mij in de auto. Ja. Toch? Maar ik hou hier van de gekrak. Ja, dat kan. Van de gekrak? Ja, dat had zo'n waaier uitgekozen en dan maakte het zo'n geluidje. Ja, maar... Voor mij niet fijn. Daar, ik
zei al heel vaak ja, stop. Maar zij stopte niet. Zij mocht ik zelf ook een cadeautje uitkiezen. Als zij een cadeautje. Als jij een nieuw cadeautje hebt, wil je daar ook mee spelen. Ja, ze mocht iets van mama niet opeten in de auto, hè? Toch? Ja. Ja. Hoe laat is die training? Om 6:10 moet ik bij zijn mama zijn. En dat is van 6:30 tot 8 dan? Ja. Eet wel na de training. Nee, ik wil lekker je eigen soep eten. Nee, dat is echt heel lekker. Ja? Ja. Maar ik ga dit niet kijken. Nou, doe dan maar eens. Dan komt papa aan met jouw cadeaus. Ja, dan kan je nog wel even de cadeaus zien. Is papa met de cadeaus. Hoi. Hier zijn alle cadeaus. Hier zijn alle cadeaus. Nou, die armen. Deze armen hoort hier niet bij. Oké. En deze hoort er ook niet bij? Nee. Heb jij ook twee tassen vol? Ja. Deze hoort er ook niet bij? Oh ja, die krijg je van mij. Een lekkere stoel. Dat weet ik niet. Oh. Je wel gaaf cadeautjes. Oh. Je wel gaaf cadeautjes. Ja, als ik wel Lego kan voor je maken. Ja, papa heeft zitten Lego. Veilig of niet. Hoe was het op school? En dit heb ik ook nog van de kaart. Ja, heb je examen gehaald? Dit heb ik ook nog. Weet ik niet. Heb je nog iets gebakken? Nee. Dit heb ik ook nog van de kaart gehaald. Ja, uit de schatkist mocht je nog een cadeautje zoeken. Dat is niet normaal, hè? Zo leuk. Hoezo gaaf? Ik ben hem wel even uit. Ja, ik heb het al even. Hij weet niet wat hij moet kijken met zijn cadeautje. Hij weet het niet. Ja, maar Lief is ook nog op kinderfeestje, die komt ook zo thuis. Guusje is bij de vriendje, die bleef taart eten. Oh. Dus het is een klein groepje vandaag. Nou, het is voetballen. Oh, voetballen? Ja. Ah, onze voetballen. Wat zijn jouw eerste wedstrijden? Ja, nou, eerst zijn nog wedstrijden. Ja, ik weet niet, ik moet nog een KNVB nummer krijgen. Ja, zo'n pas krijg je dan en zo. Maar jij hebt nou... Heb jij zo'n pas? Pas? Dat wist ik niet hoor, wat dan was. Heb je geen pas? Hij wist het niet. Jij hebt vanmiddag heel duidelijk aan je profiel een stuk gewerkt. Dat is helemaal af nu. Nee. Nou, dan was het eigenlijk geen voetbal. Helemaal. Nee. En wanneer moet af zijn? Dinsdag. Dinsdag? Ja, dinsdag, woensdag, donderdag. Dinsdag, woensdag, donderdag zijn alle herkansingen. Dus ja, dan moet, als je je profiel wegzoekt, dan moet dat dinsdag of woensdag of donderdag. Maar ga maar uit van dinsdag. Ja, dan doe ik dat vanavond aan wel. Ja, en dan echt serieus, hè? Niet afraffelen. Want dat maakt of daar staat of valt het mee dat je gaat slagen of niet, hè? Dus, volgens mij, als je een onvoldoende hebt voor je profiel wegzoekt, mag je nog ineens examen doen, denk ik. Nee. Dus... Ja. Dan weet je wat een druk daarop ligt, dus dan ga je niet zomaar even snel doen. Yes? Die dingen van de smart. Oh. Doei. 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 Het is al avond en weer laat. En wij hebben een date night gehad. Woensdagavond. Ja! Ja! Met z'n tweeën. Hans en Ronald komen voorbij daar rijden. Nou, wij gingen naar de bocht in Werdenhout. Ja. En Hans en Ronald woonden daar dus heel dichtbij. Dus ik stuurde van, zijn jullie vanavond wel in de bocht? Nee. Maar we kwamen wel even langs om nog een drankje te doen. Dus die zijn na het eten kwamen die nog veel beweging kletsen. Ja, dat is toch wel even leuk. We hebben onze date night gehad. Even eerst lekker samen. En daarna nog gezamenlijk een drankje. En dan komen we wel tot rust naar toch zo'n druk kinderfeestje. Ja. Als je wat... ik weet nog heel goed de kinderfeestjes van Merel, toen die zo oud werd en in de kleuterklas zat, en van Eline. Weet je ook die make-upfeestjes? Ja, toen deden we allemaal heel goed ons best en daar hadden we allemaal heel veel plezier in. En nou kiezen wij voor makkelijk naar een binnenspeeltuin. Ze wilden het ook zelf, als ze nou zou, als ze nou wel lief had gezegd, wel lief geen meisje, meisje. Wel lief geen meisje, meisje, maar als die zou zeggen van... Ik wilde een make-up feestje, dan zou ik dat ook wel thuis organiseren, denk ik. Ja. Alleen die wilde zoiets, die wilde actief. Toch? Ja. En Junior die wilde gewoon spelen. Dus wij zijn eigenlijk wel blij dat wij een beetje uit de kinderfeestjes zijn. Nou, weet je wat ik vooral had? In de auto vandaag. Ja, we waren druk, hè. Oh, maar waren die vroeger ook zo druk, zo 10 jaar geleden? Ja, dat kan ik me niet herinneren. Ze waren echt heel druk. Ja, heel druk. De hele tijd allemaal. Ik moest de hele tijd Europa-pa opzetten.
Ja, ik heb gewoon niks. Ik heb gewoon de radio aangezet. Hallo. En ik had... Het is hier wel druk op straat, s'avonds gewoon zo. Is dat, dat de kinderen... Een, ja, moet ik zeggen, niet een grotere mond, maar gebekter zijn. Ja. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja. En dat het en dan achterin... Mama van junior, mama van junior, ja. mama van junior. Ja. Mama, oh. Ja. Papa van junior. Die had ik, papa van junior. Dat ik echt... Oké. Okay. Nou ja, junior is natuurlijk ook een kleuter, maar die heeft zoveel... oudere broers en zussen, dat die, ja, die wordt wat dat betreft misschien al wel, ja. Dat is anders, ja. Ja, die passen ja. eigenlijk wel meer aan de ja. ouderen aan. Ja. Terwijl die kleintjes die echt nog... Ze zitten allemaal op elkaar te letten. Ja, kleine broers en zusjes hebben. Echt dat ik dacht... Die doet dit, die doet dit. Mama van junior, zij zegt dit tegen mij. Zij lacht mij uit. Ik denk, oh man, toen moesten we nog 3 kwartier... Had ik dus ook in de auto. Nou, nu gaan wij terug naar huis en lekker slapen. Dus dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.